Ze werd geboren in 1917, nog in de Eerste Wereldoorlog. Ze overleefde de Tweede Wereldoorlog. Maakte mee dat de eerste mensen op de maan landden. De eerste computers ook. Maar één dag voor ze 100 jaar zou worden overleed. 17 augustus in Amsterdam, mevrouw Hendrika Holshuizen. Mevrouw Lust, hoe heeft u mevrouw Holshuizen gevonden? Ja, we hebben het lichaam van mevrouw Holshuizen aangetroffen op donderdagochtend, 17 augustus, in haar woning in de Noord-Hollandstraat in Buitenveldert. De aanleiding was eigenlijk dat buren hadden gebeld omdat ze zich zorgen maakten. Ze hoorden waterstromen en waren bang voor een lekkage. Mijn collega's komen daar en zien eigenlijk vanaf de bovenverdieping meteen dat er water op de vensterbank loopt. Dan kloppen ze aan en dan bellen ze aan, dan wordt het niet open gedaan. Ja, dan gaan wij natuurlijk wel naar binnen, dus die deur wordt opengebroken. En dan is er inderdaad sprake van een enorme lekkage. Dan gaan ze verder de woning in en dan treffen ze dus het levenloze lichaam van mevrouw Holshuizen aan in bad. Nou kan ik me voorstellen dat bij een slachtoffer op die leeftijd, hoe triest dat ook is, dat je dan toch in eerste instantie aan een gewone dood denkt. Zeker, maar ook dan onderzoek je altijd alle omstandigheden waaronder iemand wordt aangetroffen. En mevrouw Holshuizen was ondanks haar zeer hoge leeftijd nog bijzonder actief. Ze woonde ook in een woning met twee verdiepingen. Ze was ook echt van plan om haar 100ste verjaardag te vieren, want de gebakjes waren al besteld. Dat nadere onderzoek heeft een aantal dingen uitgewezen voor ons. Daar kan ik op dit moment niet zo heel veel over zeggen. Maar we gaan er wel van uit, nu dat zij mogelijk slachtoffer is geworden van een misdrijf. Misdrijf, hoe kunnen we helpen bij het oplossen daarvan? Ja, nou, op dit moment zijn we in ieder geval dringend op zoek naar getuigen. Mensen die iets hebben gehoord of gezien rondom haar woning tussen dinsdagavond 15 augustus en donderdagochtend 17 augustus, toen we haar dus hebben aangetroffen. Het huis van het slachtoffer staat in de wijk Buitenveldert in Amsterdam. Die Noord-Hollandstraat waar ze woont is een vrij rustig straatje. Haar woning staat tegenover wat hogere appartementen. En naast getuigen die dus mogelijk tussen die dinsdagavond 15 augustus en donderdagochtend 17 augustus iets hebben gehoord of gezien, zijn we ook op zoek naar mensen die kort voor haar dood nog contact met haar hebben gehad. Of haar misschien hebben gezien. Misschien een praatje met haar hebben gemaakt of haar telefonisch hebben gesproken. Want hopelijk kunnen we met hun informatie achterhalen wat er is gebeurd, wie mevrouw dus iets heeft aan willen doen en waarom. Ja, de Amsterdamse rechercheurs willen niets liever dan de dood van mevrouw Hendrika Holshuizen ophelderen. Als u nu 0860-70 belt, dan komt uw telefoontje dus hier in de studio binnen. Het is een gratis nummer. En dan zorgen we dat uw informatie bij die rechercheurs komt en dat u verder met hen kan praten. En tippen kan dus ook digitaal. Nu tippen via telefoon of tablet kan via live.politie.nl.